dank u voor de heel vriendelijke en al te lovende inleiding. Goedenavond. Ik ben blij om hier te zijn en het gaat over werk vanavond. Ik ben in 1976 terug naar België gekomen, had gestudeerd in de Verenigde Staten. En toen ik terugkwam, zei iedereen, misschien had je dat niet moeten doen. Want eigenlijk de tijd van de volledige tewerkstelling die is voorbij. We gaan nu in moeilijk vaarwater komen. Er gaat werkloosheid zijn. En eigenlijk was het misschien geen verstandig idee van terug te komen. Ik heb eigenlijk, ja, ik heb wel werk gevonden, hè. Dat was het probleem niet. En lang gewacht met eens na te denken over wat bedoelden ze eigenlijk met die volledige tewerkstelling. Dus laten we daar eerst eens naar kijken. En dat is begin in 1947, de wederopbouw. Handen uit de mouwen steken, alle hens aan dek. En hoeveel mensen werkten eigenlijk in 1947? Dat was 50,6%, 1 op 2 van de mensen tussen 15 en ouder stond toen in de statistieken. Praktisch betekent dat van 15 tot 65. 1 op 2. Dat is die mythische volledige tewerkstelling waar ze het over hadden. En de vraag is dan, wanneer begint dat te veranderen? In 1960, 49,9%, nog altijd 1 op 2. En dan zitten we in de jaren 60, de Golden Sixties werd dat genoemd. Dan moeten mensen zeker gewerkt hebben, want dat was de periode van onze grote economische expansie. In 1971 is het opgeklommen tot 51,8%, nog altijd eigenlijk 1 op 2. En dat is de periode waar men dan begint te zeggen van, nu gaat het slecht. Nu is het gedaan met de volledige tewerkstelling. Nu komt de werkloosheid. Het gaat naar beneden. Maar in 81, 58,6%. En het blijft stijgen. 91, 62,3%. En daar zitten we eigenlijk ook nog altijd vandaag. Dus eigenlijk zijn we met veel meer gaan werken. Belangrijke ontwikkeling. Om een ander idee te geven, hetzelfde te kijken op een andere manier. In 1983 waren 3.457.000 mensen echt aan de slag. Dit waren jobs die werden uitgeoefend. 30 jaar later, 2013, zijn er dat 4,5 miljoen. Dat is een stijging van 31%, een toename van bijna 1.100.000 jobs op die 30 jaar. En de bevolking in die periode is ook gestegen, maar met 10%. Dus eigenlijk het aantal mensen dat effectief werkt, stijgt 3 keer sneller dan de totale bevolking. Om dit nog eens op een andere manier te schetsen, hè. De laatste 30 jaar zijn er per jaar gemiddeld 35.000 banen bijgekomen. Geen nieuwe banen gekomen, want er komen banen, daar gaan we verloren, winst. Zuivere winst, 35.000 gemiddeld per jaar. Dat betekent dag en nacht, elke 15 minuten, een nieuwe job in dit land. Heel duidelijk van dat, belangrijk van dat te zien. Hè? Want we horen altijd die verhalen, want er zijn geen jobs meer, er is geen werk meer. Elke 15 minuten, de laatste 30 jaar, dag en nacht, doen een job bij. Waar komen de mensen die jobs bekleden? Het zijn de vrouwen natuurlijk die gekomen zijn. Hè? Massaal. En dat is gebeurd vooral vanaf de jaren 70. Een stijging van het aantal jobs, sensationele stijging van het aantal jobs, maar eigenlijk ook natuurlijk een nog grotere stijging van mensen die werk vragen. En de werkloosheid die we hebben is natuurlijk daarvan het gevolg. Dat zou je ook kunnen zeggen, maar ik ga dat niet zeggen, het is de fout van de vrouwen die werkloos zijn. Maar zij zijn later op de arbeidsmarkt gekomen, massaal. En de mensen die werken, die zijn ook niet aan het slabakken. De tijdsbudgetten van de TOR-onderzoeksgroep van 1999-2013 tonen eigenlijk dat de gemiddelde werkweek van de man, zeker als je de verplaatsing van en naar de werker bijrekent, zich nog altijd situeert rond die 40 uur per week. Bij vrouwen is dat 31 uur per week. Komt omdat meer vrouwen deeltijds werken, en ook als vrouwen voltijds werken, werken ze doorgaans gemiddeld minder uren dan
wat ze compenseren door natuurlijk een grotere tijdsinvestering in het huishouden en in de verzorging van de kinderen. Maar als ik hier spreek over werk, dan heb ik het over bezoldigd werk. Ik ga niet in een semantische discussie, ik wil wel dat dat andere ook werk is, maar als ik hier in deze lezing het heb over werk, hebben we het over bezoldigd werk. Dus er wordt eigenlijk iets geslagacht en dan zeggen een aantal mensen, ja maar kijk eens, hè, zelfs voor mannen die 40 uur, dat is toch heel wat minder dan in de jaren 50, waar werkweken van 50, 55 uur schering en inslag waren. Waar de zaterdag niet arbeidsvrij was voor de meeste mensen. Dus is er toch wel een belangrijke daling geweest, zegt men, van die 50, 55 uur naar die 40 uur. Maar dat is ja een halve waarheid. Op zich is dat waar. Behalve als je natuurlijk denkt aan werkdruk, is het niet te bekijken per individu, maar per huishouden. En in dat huishouden van die mannen die 50, 55 uur werkten, werkten doorgaans, meestal, in de meeste overgrote meerderheid van de gevallen, werkten de vrouwen niet. En als de man thuis kwam, was alles gedaan, bij manier van spreken. Dat was de manier waarop men in de jaren 50 macho spreekt. Sindsdien is dat afgenomen. Maar dat betekent natuurlijk dat als we het modale gezin nemen in de jaren 50 en het modale gezin vandaag, dan investeert het modale gezin vandaag veel meer tijd in de economie. 50, 55 uur in de jaren 50, in de 70 uur vandaag. Dus eigenlijk de hoeveelheid werk die je per gezin in de economie, in bezoldigd werk investeert, is ook sterk toegenomen. Niet alleen zijn er meer mensen gaan werken, maar per gezin zijn we ook meer gaan werken. Dat is het verdwijnen van de perfecte huisvrouw. Hè? De huisvrouw als buffer noem ik dat. Want wat deed die huisvrouw die thuis was, die ving alle mogelijke spanningen tussen het werk en het leven op. Kinderen waren ziek, ja geen probleem, want een van de personen kon toch thuis blijven. Kinderen naar school brengen, winkels gesloten, winkels open, maakt allemaal niet zoveel uit. He, dus er was een buffer als het ware tussen het werk en het leven van de mensen en dat was de huisvrouw die die buffer vervulde. En het wegvallen van die buffer, dat weten we inmiddels, zorgt natuurlijk in die werksituatie voor veel meer stress en voor vrij hoge niveaus van burn-out ook nog vandaag. En tenslotte, derde element he, van dit verhaal, als we dat vragen aan mensen die al een beetje een loopbaan erop zitten hebben, die al wat gewerkt hebben, die zullen bijna allemaal zeggen, mijn ervaring is dat over de tijd het werk intenser is geworden. Dat het werkritme opgedreven werd. Dat er veel minder dode momenten zijn op het werk. Dat van elke persoon eigenlijk meer wordt gevergd. Dus als we dat bekijken, dan zullen we zeggen, we zijn met veel meer gaan werken. Per gezin zijn we veel meer gaan werken. En meer dan waarschijnlijk is het werkritme, de intensiteit van het werk opgedreven. En dat betekent dat als we vandaag vergelijken met 40, 50 jaar geleden, dat we zonder enige aarzeling kunnen zeggen dat werk veel belangrijker geworden is in ons leven. Een veel belangrijker plaats bekleedt in het leven van de meeste mensen. En dan stelt zich natuurlijk een vraag, hè? Waarom doen we dat? Waarom doen we dat? En dit is toch deel van het. Voor al die dingen te kunnen kopen. Dat is een van de redenen waarom we dat doen. En dan zelfs in een andere vraag, ja, is dat nu de moeite, hè? Loopt dat de moeite om dat daarvoor te doen? En zijn de loop van de geschiedenis, druk maar een beetje verkeerd uit, niet in de loop van de geschiedenis, sinds de industriële omwenteling, hè? Vanaf het moment dat we gaan werken, een beetje zoals we nu werken, vanaf dat moment zijn er mensen geweest die nee kan. Die gezegd hebben, dat loont eigenlijk niet de moeite. Een heel bekende is deze meneer, Paul Lafargue. Paul Lafargue was een communistisch voorman, journalist van beroep. Bekend voor twee dingen, of bekend gebleven voor twee dingen. Hij was gehuwd met een van de dochters van Karl Marx. Het was een zeer romantisch huwelijk, een zeer romantisch koppel ook. En in 1911, een beetje gedivoteerd om
Goorgoed, diep ontgoocheld door de gang van zaken in de wereld, zijn ze in Parijs naar de opera gegaan en hebben zich daarna samen gezelfmoord. Een zeer romantisch, triestig verhaal van Paula Varga en ik denk Emma Marx. Maar hij is ook bekend voor zijn pamflet Le droit à la Paris. En dat is geschreven tegen sociaaldemocraten. Want in die periode zijn de sociaaldemocraten wat we moeten hebben, is het recht op werk. Want kunnen werken is het enige wat mensen waardigheid gaat geven. Dus we willen een recht op werk afdwingen. En Paula Varga zei, nee, wij moeten niet eisen voor een recht op werk, wij moeten eisen voor het recht op luiheid. Want, zei hij, van werken word je ziek en word je lelijk. Dus we zouden het recht op luiheid moeten opeisen. En in zijn pamflet betoogde hij ook dat dat mogelijk was om dat te doen. Hij zei, als we dus al het nutteloze werk niet meer doen, dan gaan we de arbeidstijd al sterk kunnen verkorten. En ik zie velen van jullie glimlachen, moet wel één ding beseffen, veel van wat wij doen, zou Paula Varga als nutteloos werk hebben opgegeven natuurlijk. Ja, dus, hè, maar moesten we dat allemaal niet meer doen, zegt Paula Varga, dan zouden we veel minder moeten werken. En als we minder moeten werken, en daar had hij absoluut gelijk, dan zouden mensen ook meer kunnen produceren binnen de werktijd die ze nog over hebben. Dikwijls wordt gezegd dat hij een schatting maakte van hoeveel uren we nog zouden moeten werken, maar dat is, heb ik toch niet gevonden in zijn pamflet. Hè. Maar men kan vermoeden dat hij bedoelde eigenlijk toch nog wel 7 of 8 uur. Hè. We moeten ons situeren in de tijd. Het was het moment waarop de arbeidersbewegingen aan het onderhandelen waren, aan het protesteren waren voor het afdwingen van de 12-urige werkdag bovengronds en de 10-urige werkdag ondergronds. Dus mikken op 5, 6, 7 uur was dan al een grote stap. Een iets wat wetenschappelijke benadering van hetzelfde krijgen we in de jaren 70 van Marshall Sells. Marshall Sells was een antropoloog, gespecialiseerd in de samenlevingen van jagers en verzamelaars, die hij zowel bestudeerde op basis van archeologische evidentie als van antropologische evidentie, nog overlevende stammen, ging bezoeken, maar ook ging kijken van hoe was het dan Stone Age. En hij heeft een heel belangrijk boek geschreven, een belangrijk boek en een zeer populair boek, Stone Age Economics, waarin hij 2 stellingen verdedigt. Hij zegt, eigenlijk zijn die stammen, die samenlevingen van jagers en verzamelaars, dat zijn eigenlijk de originele affluent societies. Dat is waar de mensen echt goed leven. En zij konden daar goed leven, omdat ze, en hij noemde dat de zen-economie hadden. Zij beperkten hun behoeften. En zij waren tevreden met een aantal eenvoudige geneugten van het leven. En zei hij, als we dat bestuderen, dan zien we dat zij eigenlijk ook wel met een 4-tal uur werk per dag die geneugten van het leven en daarvan kunnen genieten. Het boek was wild populair in de jaren 70, vooral bij de hippies. Hè. Die dachten, dankzij het geld van papa en mama en Volkswagen gaan wij ook zoiets kunnen doen. Dus zen-economie en de Stone Age affluent societies. En goed, wat dan met ons? Wat doen wij dan? Ik heb eens gekeken naar de cohorte van 1927. Waarom cohorte van 1927? Gewoon omdat die mensen hè, vandaag, het spijtig van zeggen, maar die zijn aan het sterven, dus ze kunnen gans hun leven overschouwen, kunnen zien hoe dat leven dan is verlopen. En dat zijn een paar vertegenwoordigers van de cohorte van 27. Gina Lollobrigida, Harry Mulisch en André Koots. Die mensen die van die cohorte van 27 in België, de mannen die voltijds gewerkt hebben, hebben een gemiddelde loopbaan opgebouwd van 41,3 jaar. Betrekkelijk veel eigenlijk, hè, uit hedendaagse normen. 41,3 jaar. De vrouwen een loopbaan van 12,5 jaar, omdat de vrouwen van die cohorte minder gewerkt hebben, minder lang werkten enzovoort. Als we nu aannemen, en dit is een overschatting, een betrekkelijk grote overschatting, maar als we nu aannemen dat die mensen elke week dat ze gewerkt hebben, gaan ze een leven lang 50 uur per week hebben gewerkt. Dat is een overschatting. En dat ze elk jaar
en 226 dagen per jaar hebben gewerkt effectief. Grove overschatting ook. Maar als we het zo doen en we berekenen het dan, hoeveel hebben dan die mannen gemiddeld per dag gewerkt over hun leven? En zo moet je het doen als je vergelijkt met Stone Age Economics natuurlijk. Want in die samenlevingen van verzamelaars en van jagers, ja, van zodra dat je kunt lopen, begint je te verzamelen. En als je niet meer kunt lopen, heb je daar niet een lang leven beschoren. Dus je moet het eigenlijk op die manier vergelijken. 3 uur per dag, de mannen. De vrouwen 54 minuten, dus samen laten we zeggen 2 uur. Dus eigenlijk hebben die mensen met 1 uur werken 12 uur comfortabel geleefd. Zo moeten we het zien. Toch verbazend, hè? En de cohorte van 27, heeft rijkelijk geleefd. Want men heeft het vandaag altijd over de babyboomers. Maar de babyboomers hebben het niet zo goed gehad als de cohorten die daaraan vooraf gingen. Die hebben de Golden Sixties meegemaakt, die hebben de wereldopbouw meegemaakt. Die hebben het meeste vooruitgang gezien in hun leven. 1 uur werken, 12 uur daarvan rijkelijk leven. En zelfs die jager en verzamelaar daar staat er verbaasd bij te kijken. En je kan dat niet zeggen. Hoe kan dat niet? En inderdaad, dat roept 2 vragen op. 1, hoe is dat mogelijk? En 2, als dat zo is, hoe komt het dan dat wij dat niet aanvoelen als de gerealiseerde utopie? Hoe komt het dat wij niet het gevoel hebben van, ja, wij doen het veel beter dan de lijnrekken van Lafargue en de zen-economisten van Marsh & Salas? Toch hebben we het gevoel van, we zitten nog niet in de utopie. Maar eerst, hoe is dat niet mogelijk? Dat heeft te maken met productiviteit. Wat geproduceerd in 1 uur werk. Nu zijn er verschillende maten van productiviteit. Er is ook veel discussie daarover. Ik ga daar niet op in. Ik doe er niet toe welke maat we gebruiken. Ik heb hier gewoon 1 maat genomen die steunt op hoeveel bruto nationaal product produceert je per uur werk. Het is geen basismaat. Je kunt ook tussen landen vergelijken. En ja, dat zijn de cijfers van die maand. Op zich doen die niks, maar die laten wel toe om te vergelijken. En dan zien we dat België eigenlijk een zeer productief land is. We hebben een score van 62, bij het gemiddelde van de eurozone landen 53 is, het gemiddelde van de OESO-landen is 47. Dus wij doen het in Europa heel goed. In de rijke landen heel goed wat betreft productiviteit. Noorwegen doet het nog een stuk beter dan wij. Wij doen het bijvoorbeeld beter dan Nederland. Maar waar ik wil komen is de vergelijking met India. Volgens diezelfde maat scoort India 3,4. Dat betekent eigenlijk dat we in België binnen eenzelfde tijd, dat zeggen op 1 uur, 20 keer meer produceren, 20 keer meer waarde produceren dan in India. En geloof me, dat heeft niks te maken met de Belgen en niks te maken met de Indiërs. Dat is niet omdat wij slimmer of vlijtiger of hardwerkender zijn. Dat heeft gewoon te maken met de context waarin wij kunnen werken. Productiviteit is een eigenschap van de gemeenschap, van de collectiviteit waarin dat we werken. Van de opleiding die je daar geniet, van de motivatie van de mensen daar, van de werkgewoonte, van de technologie waarmee dat gewerkt enzovoort. Collectief gegeven. En dat blijkt ook. He, dat zijn degelijke studies die daarover gedaan worden. Wat gebeurt er als iemand van een, actueel vandaag met de vluchtelingencrisis en de migratieproblematiek, wat gebeurt er als iemand van een arm land naar een rijk land gaat? Wel, de productiviteit van die persoon, zonder dat iets aan die persoon verandert, stijgt met tienvoud. Het is gewoon een collectief gegeven. Een zeer schaars, precieus collectief gegeven dat je zo collectief zo productief kunt zijn. En dat betekent natuurlijk dat op de tijd dat de Indiërs dit hebben gemaakt, 1 goudstaafje, hebben de Belgen 2 van die piramides goudstaafje gemaakt. Productiviteit. En dat verklaart waarom wij met betrekkelijk weinig werk lang goed kunnen leven. Een verhouding van 1 op 12 voor de cohorte van 27. En dan stelt zich natuurlijk nog dringender de vraag, waarom beleven we dat dan niet als een utopie?
En dat, denk ik, heeft veel te maken met de verdeling van het werk over de levensloop. Er is met onze levensloop over de laatste halve eeuw spectaculair veel gebeurd. Het meest opvallende is hoeveel langer we zijn gaan leven. Ik weet niet of u dat weet, maar eigenlijk hebben we in dit land, hè, sinds 50, 60 jaar, voegen we per jaar één seizoen toe aan de levensverwachting. Om de 4 jaar stijgt onze levensverwachting met 1 jaar. Onvoorstelbaar. Hè? Een stuk daarvan hebben we heel nuttig gebruikt om wat langer te studeren. En dat is een van de elementen ook geweest in die verhoging van de productiviteit. Maar er is ook iets anders gebeurd. Voor mij eigenlijk, later gaat men daar bekijken en zeggen, hoe is dat nu mogelijk geweest? Wat hebben wij gedaan? Terwijl dat wij snel langer zijn gaan leven, hebben wij het moment waarop we definitief stopten met werken verlaagd. Wat men noemt de pensioenleeftijd, maar dat is een technische term, het is niet allemaal pensioen, het gaat erom, wanneer stoppen we definitief met werken, welk stelsel we daarvoor op gebruiken. Kan je dat tonen? Want ik vind het vrij spectaculair. In 1961, als we kijken naar de mannen tussen 60 en 64, dus 60ste verjaardag achter de rug, tot aan de 65ste verjaardag, werkte 71% van die mannen. Als we gans die groep nemen, was 71% van die mannen aan het werk. 1970, eigenlijk nog altijd hetzelfde, 69%. Maar dan komen de jaren 70. Waarmee ook de les begon al. Hè. Begonnen te klagen over geen werk meer. Hè. De werkloosheid gaat toenemen. En ja, het grootste evenement van de jaren 70, als erop terugblikt, waren denk ik wel een aantal biekenkwieten die zich beschouwden als economische genieën. En die zeiden, we gaan de werkloosheid oplossen, hè, door te vragen dat de ouderen plaats zouden maken voor de jongeren. Dat was een van de grote slogans van de jaren 70, de ouderen moeten plaats maken voor de jongeren. Dat klinkt op zich goed, hè, als er werkloosheid is. En dus begon men. En de bedrijven waren zeer enthousiast, want die dachten, ha, wat wij kunnen doen is op kosten van de gemeenschap mensen vroeger wegsturen. Die nogal dure oudere werknemers, we geraken daarvan af, zonder dat het onszelf veel gaat kosten, want we gaan daarvoor samen met de overheid stelsels bedenken, speciale pensioenstelsels, prepensioen, vervroegd pensioen. Zo ingewikkelde stelsels, ik heb in die periode een onderzoek gedaan naar einde loopbaan. De mensen wisten zelfs niet meer in welk stelsel dat ze zaten. Als je mensen vroeg, zijn ik gepensioneerd? Zeg ik weet niet meneer, ik werk ermee, maar ik weet niet precies of ik nu gepensioneerd ben. Zo ingewikkeld was het, maar het werkte. Het werkte. In 81, nog 32%. En eens als je zo'n machine in gang zet, zeker omdat het op kosten van de overheid is, blijft dat verder gaan. 91 nog 18%. Eigenlijk ontsteld. Hè? En natuurlijk kun je dat inbeelden. Hè? Iemand is 58, zit op zijn werk, ziet de pol die 60 is vertrekken, staat 's morgens in de regen op zijn tram of zijn trein te wachten, he, haalt het kaartje uit dat hem van de pol heeft gekregen. He. Beste Jean, zonnige groetjes uit de Costa del Sol. Je zou moeten weten hoe goede koop hier alles is. He. Ja, wat wilde Jean doen? Ook zo snel mogelijk vertrekken natuurlijk. He. En aangezien het toch op kosten van de overheid was, waarom niet? Hè? De werkgever werkt mee. En dus krijgen we die beweging een beetje vertraagd, ook bij de groep van 55 tot 59. Hè? Daarvan werkt in 61 85%, in 70 tot 82%,
71, hè, begint het al, 81, hè, van de jaren 70 begint het al, 71, en het gaat verder, hè, niet meer te stuiten naar 50%, zelfs in die leeftijdsgroep. Midden jaren 90 was de gemiddelde leeftijd waarop in dit land werd gestopt met werken, werd pensioen genomen eigenlijk, zou ik kunnen zeggen, 57 jaar. En dat terwijl het leven, hè, spectaculair aan het verlengen was. Op dat ogenblik zet een reactie zich in, hè, begint men, hè, dan beginnen de discussies over einde loopbaan, terug langer werken enzovoort. En dan zien we dat dat enig effect heeft, maar boven de 60 wordt nog niet in grote getallen gewerkt. En het eerste wat men daarbij vaststelt is natuurlijk het pijnlijke. Want men kan natuurlijk zeggen dat is compleet onredelijk wat men daar gedaan heeft. Maar natuurlijk, eens dat men dat als beleid gaat voeren, stemmen mensen hun leven daarop af. En dan is het pijnlijk van terug te moeten veranderen. En dan om alle politieke problemen die dan geweest zijn rond het verlengen terug van het werk, hè, aanpassingsmaatregelen, ook overgangsmaatregelen, gelukkig. Maar dat is natuurlijk een ingrijpen op het leven van de mensen. Dat mensen een levensperspectief hebben gemaakt van, hè, op mijn 59 jaar, ik had de Costa del Sol in de winter, en dat valt dan tegen, ja, dat mensen daar kwaad over zijn, is normaal. De eerste reden waarom dat ik zeg, hè, over die mensen die dat bedacht hebben, Piedekwiet, maar er zijn twee andere redenen waarom ik vind dat Piedekwiet te zijn. Die gaan we nu bekijken. Dit is een voordeel daarvan natuurlijk. Ook spectaculair. Hè. Dit is de duur van de postactieve fase. Hoe lang leeft de Belg gemiddeld, de man, het gaat over de mannen hier, hè, leven de mannen gemiddeld nadat ze definitief gestopt zijn met werken. Het gekke is als hier dit punt, de slide is een beetje klein misschien, maar hier dit is een negatieve waarde. En dat was in 1950, hè, de mannen die een voltijdse carrière hadden, die stierven eigenlijk, ja, iets, nee, ik moet het anders zeggen, de levensverwachting van de mannen toen lag iets lager dan de gemiddelde pensioenleeftijd van degene die een voltijdse baan had. Dat was het fenomeen, en mensen, als je daar met mensen spreekt, die toen leefden, die zeggen dat ook. Hè. Die zeggen, ja, dat gebeurde dikwijls, hè, dat moesten zeggen, hij heeft niet van zijn pensioen kunnen profiteren. Mensen stierven vlak voor of vlak na dat ze pensioneerden. En dan zie je in stijgende lijn hoe dat die postactieve fase is gestegen. In 2000 zit ze al op 16,8 jaar, gerekend dat het negatief begon, is er bijna 19 jaar toegevoegd geweest op die 50 jaar. Dus op 50 jaar tijd hebben we de gemiddelde postactieve fase verlengd met 19 jaar. Die levensloop van de cohorte van 37 ziet er dan bijvoorbeeld zo uit, hè, 22% van gemiddelde, gemiddeld, 22% van dat leven besteed aan kindsheid, opleiding enzovoort, pre-actieve fase kunnen we zeggen. De actieve fase is net iets minder dan de helft van dat leven en de postactieve fase is 29% van dat leven. Dus, en dat sluit ook weer aan bij wat ik zei, dat wij eigenlijk 1 uur werken om 12 uur goed te leven. Vanaf de cohorte van 27 en zeker vanaf deze cohorte kun je zeggen, op het einde van hun leven gaan deze mensen veel meer tv gekeken hebben dan ze ooit hebben gewerkt. Nu, waar ik de aandacht wil op vestigen is dit. 49%, de helft van het leven, dat is eigenlijk niet veel. Dat lijkt niet veel. En dat heeft een tweede probleem van die ontwikkeling. Want in die levensfase moet eigenlijk alles gebeuren. Dat is de levensfase waar men afstudeert, een job moet zoeken, een loopbaan moet opbouwen, een gezin wil stichten, kinderen krijgt, kinderen moet opvoeden, de kinderen naar de pianoles moet voeren, naar de voetbal moet voeren, zelf ook nog iets wil doen, eventueel scheidt, een nieuw gezin moet vormen enzovoort enzovoort, allemaal, hè, op een betrekkelijk korte levensfase. En dat is natuurlijk wat zorgt voor enorm veel stress en die burn-out. Het is niet alleen de intensiteit van het werk, het is het feit dat we eigenlijk alles wat actief is in het leven in een betrekkelijk kleine tijdspan hebben geconcentreerd. De tweede stommiteit van die
ontwikkeling in plaats van de alle soort inspanningen vergt een beetje beter te spreiden over dat ze veel langer worden in het leven, hebben we al de vrije tijd gewoon in de postactieve fase gezet en het leven zelf, de actieve periode, veel intenser gemaakt. En dan is er nog een derde reden, en dat is namelijk dat de basisaanname waarvan men vertrok, hè, ouderen moeten plaatsmaken voor jongeren, compleet verkeerd was. Men heeft daar inmiddels veel onderzoek over gedaan, en dit zijn de besluiten. Het vervroegd stoppen van oudere werknemers verhoogt de kansen op werk van jonge werknemers niet. De tendens is eerder omgekeerd. Hoe langer de oude werknemers werken, hoe beter de kansen van jonge werknemers. Maar als men voorzichtig interpreteert, zegt men geen verbod. Ten tweede, langer werken van oude werknemers verhoogt de jeugdwerkloosheid niet. 3, langer werken van oude werknemers heeft een positief effect op de lonen van jonge werknemers. En ten vierde, langer werken van oude werknemers verhoogt de economische groei. Dus eigenlijk die ontwikkeling, vandaar dat ik dat oneerbiedige woordje bietekwiet in gebruik, maar ze verdienen het. Alles van die redenering was verkeerd. We hebben ten vroeger gestopt op het moment dat we langer hadden moeten beginnen werken, langzaamaan. We hebben te druk een spitsuur van het leven gecreëerd en de basisaannames waren ook nog eens verkeerd. En ze waren verkeerd omdat dit eigenlijk de enige juiste arbeidsmarkttheorie is. Ongeveer, dit is een haas, dus de haas van Duren, ik vond die zo mooi. Maar eigenlijk, de arbeidsmarkt is een konijnenkop. Je hebt minimale kennis nodig. Je moet de geslachten van de konijnen kunnen onderscheiden. Maar je zet het dan twee samen en ze beginnen te kweken. Voor jobs geldt ongeveer hetzelfde. Als je één job bijmaakt, dan heb je iemand die doordat hij werkt een beetje meer behoefte heeft en ook wat meer geld om aan die behoefte te voldoen. En op die manier creëer je structuur voor een tweede job. Omgekeerd neemt één job weg en ik heb de structuur van een tweede job. Onzeker geholpen. Is de theorie die ontstaat. Maar laten we terugkomen tot die vraag van, hè, doen we dat nu voor al die gadgets en die goederen en die dingen die, al, hè, die dan zo snel onmisbaar lijken, doen we daarvoor eigenlijk dat werken? Eigenlijk nee. Ik heb u met die foto van die, het was een Koreaanse shoppingmall, een beetje op het verkeerde spoor gezet. We werken natuurlijk wel voor deze dingen, maar misschien is dat toch niet de essentie van de reden waarom dat we werken. En dat komt op het spoor als mensen hun werk verliezen. Als je gaat kijken naar werklozen. We hebben binnen de onderzoeksgroep veel onderzoek gedaan over werklozen. En ook één keer heel langdurig. In de jaren 80, begin jaren 80, zijn we werklozen, kortstondig en langdurig werklozen gaan interviewen. En die mensen hebben we 10 jaar later terug opgezocht om te zien hoe. Wat zijn de gevolgen van werkloosheid als je dat op de langere termijn bekijkt? En onze besluiten kwamen overeen met de meeste onderzoeken eigenlijk over werkloosheid. Er zijn 2 periodes geweest in de 20e eeuw waar er intens onderzoek over werkloosheid was. Dat zijn de jaren 30 en de jaren 70 geweest. En die toevallig 2 periodes van hoge werkloosheid. En in de jaren 30 al kwam men tot het besluit dat dat verlies van inkomen, van geld, dat dat wel zwaar woog, maar dat de meeste werklozen zeiden dat dat niet het hardste was. En dat besluit kwam nog veel sterker naar voren in de jaren 70, ook gewoon omdat in de jaren 70 natuurlijk de financiële gevolgen van de werkloosheid beter werden opgevangen dan in de jaren 30. En wat beklemtoonde mensen dan wel als belangrijk voor werkgelegenheid, dat geeft zin aan het leven. En dat zijn dingen die mensen zich eigenlijk maar realiseren als het werk verloren hebben. Als je dat vraagt aan mensen die werken, die zeggen, ja, maar werken dat is morgens opstaan, dat is met een tram nemen, dat is met een moeilijke baas omgaan, dat weet ik veel. Maar zodra dat ze dat werk verloren hebben, dan zeggen ze, ja, eigenlijk besef ik nu dat dat zin kan van mijn leven. Dat ik samen met anderen iets kon gaan doen. Dat ik daardoor een structuur had, hè, wat ik zo vervelend vond van mij aan de vaste uren en afspraken te moeten houden, maar dat gaf ook vorm en structuur aan mijn leven.
een kans om fier te zijn op wat je presteert. Ja, door anderen gewaardeerd te worden. Competentie opbouwen en je competentie gebruiken. Zelfrespect ontwikkelen en zoveel meer. Dat zijn de dingen eigenlijk waarvoor, als mensen geen werk hebben, of hun werk hebben verloren, zijn ze, dat is het belangrijke van het werk. Veel belangrijker dan dat inkomen. En dan projecteren ze ook op het inkomen zelf. Zeggen dat inkomen, als je inkomen krijgt uit werk, wel, dat drukt de waardering van anderen uit. Als je een inkomen zo krijgt, is dat een beetje vernederend. Dan is dat niet verdiend. Eigenlijk kun je zeggen, de meeste mensen willen geen gratis geld. Dat komt ook mee. En de diepere het antwoord op de vraag waarom werken we, is eigenlijk, hè, samengevat in één zinnetje, het geeft zin aan ons leven. Het laat ons zien dat wat we doen gewaardeerd kan worden. Maar, en dit werd benadrukt in de inleiding, als werk zo belangrijk is in onze samenleving, en dat is het, hè, want we zien dat mensen die langdurig van werk worden afgesneden, dat die op alle mogelijke manieren afdrijven. Er zijn bijna geen gelukkige werklozen. Hè, dus dat is een species dat nagenoeg niet bestaat. Hè. Maar natuurlijk, de toegang tot werk is niet voor iedereen gelijk. En ik steun hier op inderdaad recent onderzoek. In 2013 werd dat uitgevoerd bij 2000 inwoners van België, jongvolwassenen, mensen van 25 tot 35 jaar oud. Ik heb die leeftijdsgroep gekozen omdat ik jongeren wou, maar toch mensen die al in het volle leven stonden. Er waren nog 2% studenten in die steekproef, die een beetje zijn blijven hangen als ze nog verhaal aan het maken waren. En de rest waren mensen die begonnen waren aan het leven, zowel wat hun loopbaan betreft, als hun gezin betreft, als kinderen en dergelijke. En als we daar kijken naar in het algemeen de ongelijkheden in die groep, dan komen we telkens drie verschillen tegen. De Nederlandstaligen en de Franstaligen, de moslims en de niet-moslims, de laag en de hooggeschoolden. En voor die groepen, die onderscheiden groepen, is ook de toegang tot de arbeidsmarkt heel ongelijk. En om toegang tot de arbeidsmarkt te beoordelen, gebruik ik twee criteria. Ik zal het hier tonen voor de Franstaligen en de Nederlandstaligen. De werkzaamheidsgraad, hoeveel, welk percentage van die leeftijdsgroep 25 tot 35 is effectief aan het werk, en de werkloosheidsgraad. En de twee hangen nogal samen, omdat natuurlijk als er weinig werk is, dan gaan ook minder mensen zich op de arbeidsmarkt begeven. Dus die twee vertonen een verband met elkaar. Maar dan zien we hier toch vrij grote verschillen, door het feit dat in Vlaanderen de economische situatie beter is dan in Wallonië, ziet je dat van de Nederlandstalige 25 tot 35-jarige 85% effectief aan het werk is. In het Franstalig landsgedeelte is dat 73%. En de werkloosheid daar is 16% voor die leeftijdsgroep. En in de voor de Nederlandstalige 60%. Betrekkelijk grote verschillen. Die verschillen zijn nog veel groter als we kijken naar moslims en niet-moslims. Want de niet-moslims is 84% aan het werk, van de moslims 43%. De werkloosheidsgraad bij moslims is 27%. Vergeleken met 8% bij de niet-moslims. Zeer grote verschillen. En ook zeer grote verschillen naar onderwijsniveau. Ik contrasteer hier de mensen met een hoogste diploma, lager secundair, met degenen die hogeschool zijn. Hogescholen of universiteiten, de bachelors of de masters. En dan zie je dat bij die hooggescholden, dat daar de werkzaamheidsgraad 88% bedraagt. Dat is heel veel natuurlijk, 88% effectief aan het werk. De werkloosheid 5%, dat is betrekkelijk laag. Terwijl bij de lagere scholen zie je werkzaamheidsgraad toch veel meer lager, 55%. En werkloosheid 19%. Eigenlijk is dit van de drie verschillen die ik getoond heb, is dit het grootste. Lijkt niet zo op het eerste gezicht, maar dit is het belangrijkste. Een deel van de verschillen tussen moslims en niet-moslims kunt u verklaren omdat de moslims lager opgeleid zijn. Dus moest ik dat wegverklaren, zou je zien dat de verschil tussen moslims en niet-moslims iets kleiner worden dan deze. Dit zijn eigenlijk de grootste verschillen. Maar het dramatische in die drie verschillen, die ongelijkheden die ik hier toon, de ongelijke toegang tot het werk,
dramatische daarvan is dat ik onafhankelijk van. Ja. Uw optelsommen komen uit op 100 uit. Waar zit dan het overige percentage als er genoeg werkzaam, genoeg werkloos zijn? Als ze kunnen, wacht, dat zijn de groepen die, huisvrouw zitten ertussen, het verschil tussen de twee. Ik heb huisvrouw, ik heb loopbaanonderbreking, ik heb langdurig zieken. Ja. Dus die moeten niet tot 100 optellen, hè. Dat absoluut niet. Dus wat ik zei, het dramatische is dat die dingen onafhankelijk van elkaar zijn te delen. Dus een hoogopgeleide moslim heeft nog altijd minder te werkstellingskansen dan een hoogopgeleide niet-moslim. Dus eigenlijk, als je ze samen gaat beschouwen, krijg je heel grote contrasten. Dus als je nu neemt de laaggeschoolde Franstalige moslims, daarvan is 47% werkloos. Dus dat betekent dat 1 op 2 van die mensen is werkzoekend zonder werk te vinden. Bij de hooggeschoolde Nederlandstalige niet-moslims is dat 3%. Eigenlijk is dat wat economisten noemen geen werkloosheid, dat is fictiewerkloosheid. In de dynamische economie gaat je altijd een aantal mensen hebben die hier werkloos zijn. En dit is eigenlijk bijna, dus je bent in een situatie van aan de ene kant, hè, want er zijn verschillende werelden, aan de ene kant eigenlijk geen werkloosheid en 1 op 2. En dat zijn natuurlijk de verschillen in toegang tot het werk die voor zeer grote ongelijkheden maken, ongelijkheden die in dit land ook al begint te zien aan het gebied van de mensen. Dus het is niet toevallig dat ik dat plaatje daarbij heb gezet. Hier zie je ook wat dat betekent voor de vooruitblik van mensen dan, hè, bestaanszekerheid. Hè, als je hogescholen vraagt van, hè, denk je dat je ooit in een situatie zult komen waar je schulden niet meer kunt afbetalen, dan zegt 6%, ja, ik denk dat toch wel gaat gebeuren, hè, dat wel waarschijnlijk is. En denk je dat je de armoede gaat geraken, dan zegt 4% dat ja. Hè, die zijn hooggeschoolde en toch bestaan ze onzeker. Maar dan zie je dat bij de laaggeschoolde die percentages respectievelijk 28 en 24 zijn. Dat tussen een kwart bijna en een derde van die laaggeschoolde een vrij hoog niveau van bestaansonzekerheid heeft. Dat wordt dikwijls verklaard door de theorie van de verliezers van de modernisering en de globalisering. En die theorie zegt, ja, inderdaad, die laaggeschoolden, die zijn een beetje het slachtoffer geworden, de verliezer van de processen van transformatie, van samenlevingstransformatie, die we de laatste jaren hebben doorgemaakt. We zijn geëvolueerd van een industriële samenleving naar een diensteneconomie. En in grote delen van die diensteneconomie worden hogere opleidingen gevraagd, niet meer zo'n lage elementaire opleidingen. Dat wordt nog verhoogd omdat ook in de industrie we eigenlijk geëvolueerd zijn naar een kenniseconomie. Dus te zeggen, jobs die vroeger met elementaire competenties werden vervuld, vereisen nu hogere opleiding. En ten derde is er ook nog het proces van globalisering, waardoor de laaggeschoolde van de rijke landen, hè, zoals België, rechtstreeks in competitie komen te staan, in concurrentie komen te staan met de laaggeschoolde uit lage loonlanden. En zegt de theorie, ja, hè, de jobs voor van laaggeschoolde trekken voor een stuk weg naar lage loonlanden. De kloof tussen de lage en de hogescholen wordt groter. Hè, we hebben gezien hoe groot de kloof vandaag is. Daardoor worden die laaggeschoolden bestaansonzeker. We hebben gezien hoe bestaansonzeker dat ze zijn. En natuurlijk zijn ze daar niet gelukkig mee. Voelen ze zich bekocht? Is er een gevoel van resentment? En vandaar dat dat zich uit in populisme en xenofobie. Dat we precies bij laaggeschoolden veel meer dat soort houdingen vinden dan bij de hogescholen. Oké. Het gekke is, alle elementen van die stellingen zijn juist. Er is een kenniseconomie, er is concurrentie bij de laaggeschoolden. We zien een kloof tussen hoog en laaggeschoolden. We zien hogere niveaus van populisme en xenofobie bij de laaggeschoolden. Dat klopt allemaal, maar de theorie zegt iets meer. De theorie zegt, het ene vloeit voort uit het andere. De theorie poneert causale relaties tussen die verschijnselen. Vandaar dat ik er een
En dat ik er een ooievaar heb bijgezet. Hè. Verhaal van hè, streken in Europa, waar de kindjes geboren worden als de ooievaar komt. En waar we toch niet mochten uit afleiden dat de ooievaar de kindjes krijgt. Hetzelfde geldt hier voor deze theorie. Kloppen die relaties tussen die dingen? En dat valt nogal tegen hoor, want als we in Europa bekijken en je bekijkt naar de meer gemoderniseerde kenniseconomieën, hè, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Finland, Nederland, dan zie je dat daar de verschillen tussen lage en hogescholen in werkzaamheid, in gezondheid en in levenstevredenheid kleiner, tot veel kleiner zijn dan in de minst gemoderniseerde Europese landen. Hè. Polen, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, ik heb er Turkije bij gedaan om meneer Erdogan plezier te doen, hij ook een beetje op dit ogenblik. Maar als je die landen bekijkt, dan ja, daar zijn de verschillen tussen laag en hogescholen veel groter. In tegenstelling tot wat die theorie zou laten benoemen. En eigenlijk, als je het allemaal op een rijtje zet, dan blijkt dat sociaal-economische condities eigenlijk maar een matig tot bescheiden effect hebben op de gevoelens van bestaansonzekerheid. Dat bestaansonzekerheid van de mensen ook sterk in de hand wordt gewerkt met wat ze denken wat er gebeurt in hun samenleving. Als mensen het gevoel hebben dat het goed gaat met hun samenleving, dan voelen ze zich persoonlijk minder bestaansonzeker, ongeacht hun sociaal-economische positie. Ten tweede, hè, de sociaal-economische condities en bestaansonzekerheid hebben nagenoeg geen effect op populisme en xenofobie, toch niet als men controleert voor wat de mensen denken wat er in de samenleving had gebeurd is. En ja, die gevoelens van populisme en xenofobie worden veel meer beïnvloed door het onderwijsniveau op zich, los van de sociaal-economische variaten daarvan, van het mediagebruik van de mensen en met wat ze zien gebeuren met hun samenleving. Mensen die de indruk hebben dat de samenleving naar beneden gaat, dat alles wat goed is in die samenleving op de helling staat, en die worden populist en xenofoob. En in het algemeen blijkt ook dat sociaal-economische condities vandaag nog weinig effect hebben op de handelingen en de opvattingen van de mensen. En als je dit allemaal samen neemt, dan kun je zeggen, ja, die theorie van de verliezers van de globalisering en de modernisering kan eigenlijk best gepasseerd worden. Blijkt niks van te kloppen. En dat is een beetje intrigerend, want natuurlijk die technologische veranderingen, die globalisering, vrij verkeer van goederen binnen de EU, zijn reële ontwikkelingen. Welke impact heeft dat dan? En dus moet men voorzichtig zijn met de vaststelling dat voorlopig heeft dat nog niet geleid tot groeiende ongelijkheid tussen laag en hoog gescholden. En ik denk dat dat te maken heeft met drie factoren. Ten eerste, de vraag naar hogeschoold werk is sterk gestegen, maar het aanbod van hogescholden is nog snel gestegen. Waardoor dat natuurlijk de relatieve positie van die hogescholden tegenover de lage scholen niet zo snel verbeterd is. Dat meer kunnen zijn, was er ook niet zo'n snel groeiend aanbod van hogescholen geweest. Ten tweede, alle sterke, dit is op zich een interessante vaststelling, alle sterke kenniseconomieën in Europa zijn tevens de sterkste verzorgingsstaat. Zijn tevens de staten waar het overheidsbeslag het grootst is en die het meest investeren in collectieve gezondheidszorg. En dat verbetert natuurlijk de gezondheid van de laaggescholden heel sterk. En ten derde, misschien toch wel een lijkeffect, dat zijn ook samenlevingen met een betrekkelijk groot overheidsapparaat en laaggescholden zijn bij de overheid langer goed aan de pak gekomen dan in het privébedrijfsleven. Dus dat zijn misschien drie factoren die maken dat we die ontwikkeling bij ons nog niet hebben gezien, maar die speciale omstandigheden zijn. En die zouden kunnen wegvallen. En eigenlijk als men kijkt, in België gebeurt dat nog niet. Ons recentste onderzoek wijst ook uit dat de inkomenskloof niet is gegroeid bij ons. Maar in Nederland is dat wel het geval. In Nederland hebben we al statistieken die aantonen dat de kloof in inkomen tussen lage en hoge scholen groeit. En dat ook de flexibilisering van het werk, dus minder werkzekerheid,
groeit. Maar daarbij moet aangestipt worden dat Nederland op dat vlak een uitzondering is. En Nederland heeft een veel meer geflexibiliseerde arbeidsmarkt dan de andere Europese landen. Maar daar zien we dat als we dat doen, als we de arbeidsmarkt zo sterk flexibiliseren, zijn de lage scholen daar het eerste slachtoffers van. En zie je natuurlijk de kloof in de vastheid van betrekking tussen die twee groepen groeien. En dan is er natuurlijk nog een andere factor die we vandaag, als we denken over de toekomst van het werk, moeten meenemen. Dat is natuurlijk dat we in een nieuwe fase van automatisering, robotisering, technologische verandering zitten. En dat kan natuurlijk een grote impact hebben op het werk en op hoe dat we werken. Hè. Neem maar één voorbeeld. Hè. We kunnen zeggen, ja, meer en meer mensen beginnen nu toch internet te shoppen. Dat betekent dat al die mensen die te werk gesteld zijn in winkels, dat die het moeilijk gaan krijgen. Ja, die kunnen dan misschien magazinier worden, hè, want die moeten dan toch in die magazijnen van die internetbedrijven die dingen aan het rekken gaan halen. Maar dat zal ook niet lang duren, want bij Amazon wordt dat al door robots gedaan. Hè, zowel het uit de rekken halen als het inpakken. Dus, maar dan kunnen die mensen misschien chauffeur worden van de bestelwagens, die dat allemaal moeten aan huis brengen. Ja, maar dan is het dat Google-wagentje dat al meer dan 1 miljoen kilometer heeft gedaan zonder veel accidenten. Dus binnenkort zullen die bestelwagens zo zijn. En als je zegt, ja, dat gaat voor mobiliteitsproblemen zorgen, dan is Amazon ook weer al bezig met het experimenteren met thuis delivery met drones. Dus denkelijk gebeurt er wel iets op onze arbeidsmarkt, de gevolgen van al die ontwikkelingen. En sommige auteurs, Frey en Osborne, een nogal toonaangevend artikel op dat vlak, voorspellen dat binnen 10 of 15 jaar ongeveer 47% van de huidige jobs gaan verdwijnen door die ontwikkeling. En dat is natuurlijk wel dan een ontstellend gegeven. We kunnen dat omschrijven als technologische werkloosheid. Hè, werkloosheid is gevolg van technologische ontwikkelingen. De definitie is unemployment due to a discovery of means of economizing the uses of labor outrunning the pace at which we find new uses for labor. Dat was een derde herinnering aan de jaren 70. Toen ik hier toe kwam, zei iedereen wat er nu aan het gebeuren is, zijn die grote technologische ontwentelingen ook, en die gaan maken dat er nog weinig werk komt. En we hebben gezien dat ze zich vergist hebben, want het is precies in die periode dat er veel jobs zijn bijgekomen. Deze voorspelling hier en deze quote is ouder, die is van 1930. Komt van John Maynard Keynes, de man die ik denk zich heel zelden vergiste, behalve op dit vlak natuurlijk, hè, want na 1930 zijn er ook astronomisch veel jobs bijgekomen. En men kan dat niet kwalijk nemen, want als er één constante is, tot nog toe, sinds het prille begin van de industriële omwenteling, tot en met de jaren 70, alle voorspellingen over de gevolgen van technologische ontwikkelingen op de werkloosheid, op de tewerkstelling, waren verkeerd. Eén van de stand. Ik denk dat de mooiste documentaire reeks wetenschappelijke vergissingen is, de voorspellingen van de impact van technologische ontwikkelingen op de tewerkstelling. Maar dat betekent niet, want we moeten voorzichtig zijn, dat betekent niet dat dat vandaag nog verkeerd zou zijn. Ik denk dat men altijd heel voorzichtig moet zijn in die dingen. Het is niet omdat we ons 200 jaar lang hebben vergist, dat het noodzakelijk is dat we ons de volgende keer ook nog eens gaan vergissen. En misschien is er iets speciaals aan de hand deze keer. Maar we hebben één belangrijke les geleerd, vind ik. Dat is dat de beste manier om de toekomst te voorspellen, en ook de enige juiste manier om de toekomst te voorspellen, is het. Alle andere dingen zijn veel te riskant, hè? Veel te veel kans dat je vergist. Dus als we willen weten wat gaat die toekomst zijn, dan moeten we proberen te maken. En dan is het belangrijk natuurlijk om toch enig idee te hebben, hoe willen die jonge mensen, 25 of 35, hoe zouden die willen werken? Niet dat we dat gaan kunnen doen, hè? Dit zijn wensen van hen, maar het is wel goed van de wensen te kennen. Want ten eerste misschien moet ik ook wel zeggen dat van die mensen, globaal, van al die 25 of 35-jarigen, waren er toch
Rond de 9% werkloos, als we het allemaal samen bekijken, dat is betrekkelijk veel, vind ik, maar we zitten ook in de gevolgen nog van de crisis van 2007-2008 en voortdurende recessies. Maar van degene die werkte, werkte driekwart met een heel grote mate van werkzekerheid en was eigenlijk, ik zeg 80%, is 81% om precies te zijn, waren heel tevreden met hun werk. Dus eigenlijk op vlak valt het nogal mee met hen, maar een grote zorg van die mensen is werkzekerheid. Dat was een van hun belangrijke aspiraties, wij willen werkzekerheid. En ten tweede hadden ze toch liever een vaste loopbaan in plaats van een flexibele loopbaan. Meer dan de helft van die mensen zegt, ik hoop ooit te kunnen zeggen dat ik 20 jaar lang bij dezelfde werkgever heb gewerkt. Niet 20 jaar lang dezelfde beroep, 20 jaar lang dezelfde job, dezelfde werkgever. En 45% was zelfs zo optimistisch om te zeggen, ik denk dat ik ooit ga kunnen zeggen dat ik kans mijn loopbaan bij dezelfde werkgever heb. Dus willen werkzekerheid en willen een vaste loopbaan. En daar wordt dan over gezegd, dat toont aan dat je altijd moet gaan kijken naar de statistieken, hè, dan staan onze kranten vol om te zeggen, vaste loopbaan, dat is voorbij, hè, dat bestaat niet meer. Kijk, ik heb al eens gekeken naar de gegevens van de OESO daarover. Hè. In 2000 was de gemiddelde duur van een tewerkstelling 11,5 jaar. Als de flexibele vaste loopbaan voorbij is, dan zou je verwachten dat dat daalt natuurlijk met de tijd. Wel, in 2012 was dat 12 jaar geworden. Lijkt niet veel, maar dat is een speelgrote toename, hè, voor de duur van de gemiddelde loopbaan. Tewerkstelling, moet ik zeggen, niet de loopbaan, tewerkstelling. Dan 3 op de 10 van die mensen, is eigenlijk ook iets nieuws. 3 op de 10 van die mensen zegt, ja, mijn werk voor mij is belangrijk. Mijn werk, dat is iets waarin ik me wil ontplooien. Daarin wil ik mij verwezenlijken. De meest brutale zeggen, u ontplooien, u verwezenlijken in uw vrije tijd, dat is voor sukkels. Als je echt geslaagd bent in het leven, kun je verwezenlijken in je werk. Heel belangrijk. Maar daar stelt zich dan een klein probleem. We zien dat 40% dat zegt als ze aan het begin van hun loopbaan staan, en dat nog 20% dat zegt als ze 34-35 zijn geworden. En dat komt natuurlijk omdat het gezin voor hen ook heel belangrijk is. En dan zie je dat naarmate die mensen zich engageren in het gezin, ja, dat ze willen dat dan de spanning tussen passie voor het werk en toch passie voor het gezin en de kinderen, dat die te zeer op elkaar gaan botsen. En de meesten besluiten dan toch eigenlijk van het werkengagement af te bouwen, eerder dan het gezinsengagement af te bouwen. Hoewel er een van mijn respondenten was, hè, waar ik langer mee sprak over de resultaten, en ik zei, ja, we hebben toch zo voorzieningen voor het verzoenen van gezin en werk, zoals de loopbaanonderbreking. En hij bekeek me en hij zei, ja, luister eens wat gezegd, hè, loopbaan onderbreking. Ik hou aan mijn loopbaan, zeg. Waarom geen gezinsonderbreking, als je zo denkt? Dus dat is wat die mensen voelen, hè. Wij willen die loopbaan, wij willen daarin investeren, en eigenlijk is dat op dit ogenblik nog erg moeilijk. Dat zijn een paar, hè, als ik ze nog eens op een rijtje zet, hè, werk willen we als zingever en middel tot verbondenheid met anderen. Werkzekerheid is een heel belangrijke aspiratie. De meerderheid wil toch nog die vaste loopbaan, verzucht daarnaar, niet iedereen, maar de ruime meerderheid. Iedereen wil dat evenwicht tussen gezin en werk. En een grote, groeiende groep, vooral natuurlijk van hoogopgeleide, maar een grote, groeiende groep zoekt zijn zelfverwezenlijking, hè, zijn zelfontplooiing binnen het werk niet meer. En zoals bijvoorbeeld in de jaren 60, 70 dat sterk was, buiten het werk in de vrije tijd. En als we dan kijken naar het debat over werk vandaag, dan zien we dat er 2 voorstellen zijn die daar toch niet zo goed aan tegemoet komen. Want de 2 voorstellen die vandaag nogal naar voren treden, waar het maatschappelijk debat zich een beetje rond centreert, is dit. Aan de eerste, hè, moeten we het inkomen niet loskoppelen van werk, het idee van het basisinkomen. En ten tweede, eigenlijk een beetje daarmee verbonden, maar gehoord dat ook vooral van werkgeverskant, hè, die beginnen te zeggen, ja, maar moeten we niet de gewoonte overgaan om vrijwilligerswerk te bezoldigen? Moeten we dat niet gaan doen, hè? Meer bezoldiging voor vrijwilligerswerk.
Ik ga niet uitvoerig op die twee debatten ingaan, hè, daarvoor is de tijd te kort, maar toch wel kort een aantal nadelen formuleren van die opties. Hè, dat basisinkomen, ja, dan moet ik wel beseffen, als we dat willen invoeren, met een som die iets betekent, dat je dan die sociale zekerheid moet besteden daaraan. Hè. Waar zou dat geld anders samen, hè? Dus dat gaat weinig van de sociale zekerheid overblijven, hè, als we het basisinkomen toch op een niveau willen brengen dat iets betekent. De tweede, dat betekent toch een sterke afname van de stuurbaarheid van de samenleving. Want nu kun je natuurlijk door bepaalde sectoren aantrekkelijker te maken, door bepaalde opleidingen te stimuleren, de mensen sturen naar bepaalde jobs. Ja, die stuurbaarheid gaat sterk afnemen en dat zou wel eens kunnen leiden tot een groot aantal onbeantwoorde behoeften. Want er zijn hier helemaal jobs die weinig mensen graag doen, tenzij dat je dat een beetje extra aantrekkelijk maakt van dat te doen. Maar de kansen om dat te doen met basisinkomen nemen af. Ten derde, dat is niet zo zeker dat vinden, maar ik vrees dat. Ik denk dat als we een basisinkomen gaan hebben, dan gaan werkgevers zeggen, ja maar, hè, de persoon die voor mij zit, heeft toch al 1000 euro per maand, laat ons zeggen. Zou ik wat ik aanbied niet wat kunnen verlangen. Hè? Als meer mensen die willen bijverdienen, zou ik ook wel iets lager dan het tarief. Hè? Dus het zou kunnen dat voor werkenden het niet het huidige inkomen plus het basisinkomen gaat zijn. Het zou kunnen zijn dat het basisinkomen is plus wel iets minder dan het huidige inkomen. Dat is niet onwaarschijnlijk. En dan ook, men zet dan dikwijls het basisinkomen in het teken van de vrijheid. Ik twijfel daaraan. Ik denk dat het een afname van vrijheid zou betekenen. He, een van de grote noden die op ons afkomen is het zorgen voor oude mensen. He, wij gaan een groot aantal dementerende, zorgbehoevende oude mensen hebben. Dat gaat een grote kost worden, de zorgkost. Vandaar dat men in verschillende landen al bezig is, en ook hier eigenlijk, hè, met dat eufemisme, de vermaatschappelijking van de zorg. Hè. De eufemisme vermaatschappelijking van de zorg betekent dat ik het zelf mocht doen. Hè. Dat is vermaatschappelijking van de zorg. Maar natuurlijk, als er een basisinkomen is, gaat dat het evidente zijn, want dan zeggen, ah, ja, ik heb dementerende ouders. Ik heb een basisinkomen, hè, doe het. Dus ik denk, de effectieve keuze die mensen hebben op veel vlakken gaan afnemen. Vrijwilligerswerk is natuurlijk een verzwakken van statuut, waarom blijven werkgevers daarvoor natuurlijk wel. He, betalen ze iets dat niet meer ingebed is in een degelijk statuut. En ik denk ook een schijnvrijheid, he, want daar gaat ook gezegd worden, he, als we vrijwilligerswerk bezoldigen, dus jij gaat dan vrijwillig voor je zieke ouders zorgen. Dus ik denk dat die oplossingen niet alleen niet tegemoet komen aan de belangrijke aspiraties van de hedendaagse jongvolwassenen, maar op zich toch een groot aantal nadelen hebben. Dus eigenlijk, maar nu stap ik over van een schrijvend stuk, hè, naar, ja, een beetje wat ik daar zelf als burger tegenover staan. Ik ben geneigd van te zeggen, hè, werk maken van de toekomst is voor mij toch nog altijd een toekomst maken met goed werken voor veel mensen, hè, dat een centrale opdracht blijft. En dus, laten we besluiten met een kleine agenda voor jonge wetenschappers die redelijk eigenzinnig zijn, hè, wat zouden we zo al kunnen doen? Wel, één vraag is natuurlijk ook, moet technologische innovatie, hè, van absoluut cruciaal belang, maar moet technologische innovatie zo lang, zozeer gericht blijven op arbeidsbesparing enkel? Kunnen we technologische innovatie ook niet voor een stuk meer sturen op zuinig energiegebruik, op efficiënt grondstoffengebruik, op een grotere veiligheid? Hè, kunnen we niet een beetje meer gaan, ik zou arbeidsintensief en grondstofextensief werken nog? Waren in onze technologische sturing. Ten tweede, heel veel, als gelezen over robotica, bijna alle voorbeelden die je ziet, zijn arbeidsvervangend. En ik sprak daarover met een ingenieur, en vroeg hem, ja, is dat onder ingenieurs nu schering en inslag, dat het altijd arbeidsvervangend moet zijn? Nee, zei hij. Dat is een beetje ouderwets. We hebben heel nieuwe dingen bezig. We hebben nu materialen die door een bepaalde temperatuurswijziging of een drukker op, die een bepaalde vorm aannemen. Dat betekent dat je vestjes kunt maken voor verplegers of verpleegsters, die op het ogenblik dat ze iemand willen tillen, gesteund wordt door dat vestje. Dat is een arbeidshelpende technologische innovatie. Dat kan ook. Dus ik denk niet dat we technologische innovatie noodzakelijk moeten zien als iets dat werkt vernieuwd.
Het kan het leven ook aangenamer maken, het kan het leven ondersteunen en dergelijke. De vraag is eigenlijk, hè, als we door technologie werk kunnen uitsparen en door de huidige golf van toepassingen, ondanks de 200 jaar vergissingen in die predicties, ben ik ook wel geneigd te denken dat we hier op een punt zijn aangekomen waar we dat gaan kunnen doen. En dan is de belangrijke vraag, ja, wat doen we dan daarmee? Hè? En ik denk dat als we gewoon marktgestuurd laten verlopen, dat we hier landen, hè? Dat we werkloosheid gaan maken. Dus als we het zelf in de hand nemen op een of andere manier, is het kans dat we de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren. Dat is eigenlijk een beetje de keuze waar we voor staan. Ik denk dat dat belangrijker is van predicties proberen te formuleren. Ik denk dat het belangrijk is van ons af te vragen, wat kunnen wij nu doen om niet in dit pad te verzeilen, niet deze weg op te gaan, maar die weg op te gaan. En je kunt daar van alles voor bedenken. Ten eerste denk ik dat als we arbeid uitsparen door technologische innovatie, lijkt het mij geen slecht idee om een gedeelte te gebruiken voor arbeidstijdverkorting. Omdat we die arbeidstijd niet moeten zien per individu, maar per gezin. En de moderne gezinnen zijn overladen. Te veel stress, te veel burn-out, te veel ziekte daardoor. We hebben nog nooit eerder, denk ik, per gezin evenveel tijd in werk buitenshuis, dus onder tijd gestoken. Dus dat een beetje milder. Tweede, het werk zelf misschien aangenamer maken. Ik denk dat voor kleine investeringen kunt je het werk aangenamer maken. Heel absurd voorbeeld, hè, dat toch veel bezig. Ik heb het daar meegemaakt. Ik heb mensen die een doctoraat aan het voorbereiden waren, dat zijn dus de beste die je uit uw richting haalt, en die je de kans geeft om te werken aan het doctoraat, heb ik voor de kopie zien nemen. Omdat de ondersteunende diensten weggetrokken werden, als een soort rationalisering. Is dat verstandig? Winnen we daar aan de kwaliteit van het werk mee? Denk ik niet. En er zijn heel wat dingen te doen, de logica van het efficiëntiestreven een beetje te veranderen. Heel belangrijk, zowel voor dat evenwicht gezin-werk, als voor maatschappelijke behoeften, is de persoonlijke diensten-economie ontwikkeld. Dat is een zeer grote uitdaging. He, want persoonlijke diensten verlenen wordt nog altijd als iets minder waardigs gezien. Wordt als iets minder waardigs gezien omdat historisch komt dat van het dienstpersoneel. En actueel nog altijd werken die mensen dikwijls met onzekerheid, zwakke statuten, gebrek aan respect enzovoort. Maar dat is iets dat de maatschappij kan opbouwen. We kunnen langzaam opbouwen dat die mensen betere statuten krijgen. Ik denk dat de dienstenchecks een goede stap in die richting zijn. Mensen kunnen betere statuten krijgen, mensen kunnen beter beschermd worden, mensen kunnen respectvoller werk krijgen. Ik denk ook dat we de bevolking moeten opvoeden in die zin. Hè. Klinkt een beetje gek en paternalistisch, maar het is zo, heel veel mensen denken dat ze met 4 vakanties per jaar enorm hun levenskwaliteit verhogen. Terwijl misschien 2 vakanties en wat meer persoonlijke diensten veel meer zou doen voor hun levenskwaliteit en geluk. Nou, we moeten daarvan kunnen overtuigen en we moeten maken dat ze daarvoor willen betalen ook wel. Even goed als voor die 2 supplementaire vakanties. En in die diensteconomie denk ik ook niet dat je dat zonder een overheid kunt doen, en want er zijn heel veel mensen die heel grote behoeften gaan hebben en die het niet kunnen bekostigen. Ik denk dan aan die golf van zorgbehoevende ouderen. Dus zullen dat wel via collectieve verzekeringen moeten doen. Maar eens dat je via die weg doet, kun je de mensen langzaamaan gewend raken dat dat ook meer marktgestuurd kan gebeuren. He? Dus dat ontwikkelen. Daardoor nieuwe noden dekken. En in onze samenleving heel veel Belgen wonen nog altijd slecht. Hè? Ja, daar kunnen we een beetje mee in investeren. Onze infrastructuur is een schandaal. Hè? Het lijkt op een derde wereldland, maar ik heb een aantal derde wereldlanden waar de infrastructuur veel beter is dan hier in dit land. Hè? Dus daar zijn we een heleboel noden te dekken. Maar er is natuurlijk wel een probleem. Hoe doen we dat? Hè? Komt neer op die productiviteitswinsten, technologische ontwikkelingen, hè, betere opleidingen, wat weet ik nog, hè, gaan we nog aan productiviteitswinsten toe. Daardoor gaan we inderdaad hè, middelen vrij hebben om wat anders te doen. Zouden we die kunnen gebruiken voor de verbetering van de levensstandaard, voor werktijdverkorting, voor het sturen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, voor het verbeteren van de kwaliteit van het werk en het leven. Hè. Kortom, voor het maken van een betere wereld, hè, we zullen ook voor
nu in de wereld gebeurt. Hè, wat wij zien, het tipje van de ijsberg, de vluchtelingencrisis zoals we het noemen, hè, wat geen crisis is, want dat gaat een halve eeuw duren. Hè, daar zullen we veel moeten in investeren om dat aan te gaan, om daar weer op te gaan. Dat zijn allemaal middelen die we nodig hebben. En dan stel ik de vraag, ja, kunnen we dat uit die productiviteitsverhoging halen? Als je terugkijkt naar onze geschiedenis, dan blijkt er een periode te zijn geweest waar we daar heel goed in geslaagd zijn. En die loopt eigenlijk ongeveer van het einde van de jaren 30 van de 20e eeuw tot het midden van de jaren 70 van de 20e eeuw. Dat zijn dus eigenlijk de periode waar je ziet dat de productiviteitswinst groot was, maar dat de toename van de reële lonen de trend van de productiviteitswinst volgde en waar een groot deel van die productiviteitswinst ook collectief werd aangewend. Werd aangewend voor overheidsinvesteringen, zoals dat noemt, gemeenschapsinvesteringen, hè, die door de collectiviteit werden aangewend. Dat soort capaciteit dat onze samenleving had om te zeggen, hè, productiviteitswinst is een collectief goed, dat hebben we collectief opgebouwd, dat hebben de generaties voor ons opgebouwd en wij bouwen daaraan verder en dat kunnen we dan ook collectief gebruiken. Dat kunnen we gebruiken om mensen, hè, een betere levensstandaard te geven, dat kunnen we verdelen naar de inkomens en kunnen we een stuk aanwenden, hè, om via de overheid voor solidaire voorzieningen te zorgen of innoverend te zijn. In de jaren 70 hebben we die capaciteit eigenlijk verloren. Wat we sinds de jaren 70 zien, is dat er nog steeds een grote productiviteitswinst is, maar dat bijvoorbeeld de lonen stagneren. Eigenlijk, hè, als we van 70 tot vandaag bekijken, dat ziet deze grafiek, daar kom ik dadelijk toe. Als we van 70 tot vandaag bekijken, dan is de productiviteit verdubbeld nog in de meeste ontwikkelde landen, terwijl de lonen grotendeels gestagneerd hebben. En dit is de grafiek vanaf gewoon 2000, hè, dat is de eerste decennium van de 21ste eeuw, laten we zeggen, van 2000 tot 2011. En dan zie je die bovenste lijn als een stijging van de productiviteit, heel steil. Dit zijn de reële lonen. En je ziet steeds, hè, zelfs als je betrekt, hè, zou nog spectaculairder zijn, had ik een goede grafiek gevonden van de jaren 70. Hè, maar zelfs over deze 10 jaar zie je hoe sterk die twee uit elkaar groeien. En dat betekent dat eigenlijk de kapitaaleigenaars een steeds groter deel van de productiviteitswinst afgerond. Dus de productiviteitswinst komt niet meer ten goede aan de gemeenschap die het realiseert, maar het komt eigenlijk grotendeels ten goede aan de 0,1% rijkste mensen. En zolang dat het geval is natuurlijk, gaan we niet veel kunnen doen. Als dit blijft bestaan, dan wordt het het pad van de werkloosheid, denk ik. Dus vindingrijkheid, hè, ook van eigenzinnige jonge wetenschappers, zal niet volstaan. Hè. Ik heb nog altijd politiek nodig, maar dat wisten we eigenlijk ook al. Dankjewel voor de aandacht en best work.